ik heb het allemaal weer een beetje op de rit. Soms is het af en toe goed even zingen tussendoor. Dan kunnen we weer even kijken waar we ook alweer zaten. Maar we hebben net gelezen over Nineveh. Maar het verhaal was nog niet af. Ik ben gestopt op het moment dat het gerucht bij de koning kwam. En dat de koning een vaste uitriep. En dat hij zei dat mensen en dieren in rouwgewaden moest gaan. Want wie weet, God mocht berouw hebben. En dan komt vers 10. Jona 3, vers 10. En toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dat is nu de God van de Bijbel. Dat is nu de God als wij naar hem toe gaan en wij belijden onze zonden. Wij bekeren ons van onze slechte weg. Dan is hij genadig. Dan is hij mercy. Dan is hij barmhartig. Dan ziet hij naar ons om. Daar hoef je niet aan te twijfelen. God die is niet zo van als wij naar hem toe gaan, onze zonden belijden. We belijden dat we slecht zijn. We belijden dat we gevallen zijn. En we vragen aan hem om vergeving. Dan hoeven we niet te denken van dat hij ons weer terug zou sturen. En zo zie je maar, ik heb het ook al aangehaald, God laat dan geen bidder staan. En hij heeft geduld met ons, omdat hij niet wil dat we verloren gaan, maar dat we allemaal tot bekering komen. We gaan elkaar begroeten, net zoals dat we altijd doen. Doe het hartelijk, niet te innig, want anders vallen er nog mensen om hier zo. En we gaan elkaar altijd wat toewensen. En misschien voel je me al wel aan. En ik hoop dat ik het wat onderbouwd heb. Ik heb misschien één kant van het verhaal nu iets belicht. Aan de andere kant kan ik ook wat tekst uit de Bijbel opnoemen. Dat gebeden wordt, Heren, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Maar ik wil de nadruk leggen van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid en onze opdracht die God aan ons geeft. Van wij hebben ons te bekeren van onze slechte weg. En dan zal God ons genadig zijn. En we staan op. En we omhelzen elkaar hartelijk en we geven elkaar een hand. En we zeggen dat we het fijn vinden dat we hier vanavond mogen zijn. En maak er maar wat van. En we zeggen tegen elkaar, heb jij je al bekeerd? Dat vragen we nou gewoon eens aan elkaar. Heb jij je al bekeerd als je ziet hoe die mensen in Nineveh zich bekeerd hebben op één preek van Jona? En ik heb vanavond al een beetje geschetst hoe enthousiast dat Jona was. Hij pakte eerst het onderste stukje, of eerst peerde hij hem al en ging een andere kant op. En toen pakte hij alleen het onderste stukje van Nineveh. Nou, ik zou bijna zeggen, God dank dat het bij de koning kwam en het uitriep over zijn hele stad. Hoeveel preken hebben wij al gehoord? Hoe zullen die mannen van Nineveh straks naar ons kijken in het oordeel? Als je je nog niet bekeerd hebt, zouden ze zeggen van, wij hebben ons bekeerd op één preek van Jona. En jullie? Hebben jullie hier niet bekeerd? Laten we het elkaar gewoon eens vragen. Doe het hartelijk. Zeg, heb jij je al bekeerd? Sta op en geef elkaar een huk en een knuffel.
Ja, mensen, en zo gaan we gelijk het lied zingen. Speel maar door, hoor. Genade zo oneindig groot. We hebben het net gezien, hè? Hoe genadig God is naar de mensen van Nineveh. Zo is die nog steeds ook voor ons. Dat wil die zijn. We gaan dat lied zingen met elkaar en daarna wil ik vragen om hier plaats te nemen. Het is heel fijn om vanavond weer hier in Apeldoorn te zijn en met jullie een paar dingen te delen uit het eeuwige en onveranderlijke woord van onze God. Hoe zit je erbij? Ik zou zeggen, haal de handrem er eens even af. Want ik heb het gevoel, maar dat is natuurlijk een intuïtie, een gevoel, moet je voorzichtig mee zijn, dat sommigen van jullie een beetje aarzelend, afwachtend, niet met vol enthousiasme en overgave, maar een beetje zo letterlijk wat gesloten erbij zitten. Ja, ik ben op de Veluwe natuurlijk. Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Vorige week was ik in Gouda en ja, dat is het westen van het land. Dan gaan ze wat gauwer uit hun dak dan hier op de Veluwse gronden. Geeft ook niet. Is misschien een beetje hoe je opgevoed bent, je volksaard. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar er kan ook iets van een beetje een rem op zitten. Laten we daar eens eerlijk naar kijken. Ik en jullie en jij voor jezelf, ben ik een beetje geremd? Is er iets wat me tegenhoudt? Ben ik niet zo enthousiast? Het is toch heel mooi dat we samen mogen zingen tot eer van God. Samen mogen luisteren
naar het woord van de Heer. Nou, laat ik eerst maar eens gewoon beginnen met een proef. Ik vraag jullie even om je ogen dicht te doen. Dat hoeft niet per se, als je heel angstig bent, dan mag je ze ook open houden. Even je ogen dicht te doen. Ik ga 4 letters noemen in een rij. Dat is het begin van een woord. En dan mag je dat zelf aanvullen. Waar je aan denkt. Associatie. Je eerste indruk. Waar denk je aan? Nou, zijn we er klaar voor? Ik doe mijn ogen ook dicht. Dan zie ik niet wie zijn ogen wel of niet dicht heeft. Dan gaan we. M. E. R. C. Dat waren ze. Waar denk je dan aan? Behalve natuurlijk aan het onderwerp mercy, dat wist ik ook wel. Maar waar denk je aan als je deze 4 letters hoort? Wie denkt er dan aan chocola? Nou, toch een heel aantal. Oh ja, als dat je eerste associatie is, dan zegt het misschien ook iets over jouw verslaving of voorkeur. Wie denkt er aan een auto? Zo weinig. Ik dacht dat alle jongens wel gelijk aan een Mercedes zouden denken bij die eerste 4 letters. Misschien denk je bij jezelf, wat heeft nou chocola en wat heeft nou een auto te maken met het Bijbelse onderwerp? Mercy. Dat wil ik jullie proberen uit te leggen. Maar ik hou het nog even onder de pet. Mercy is een Engels woord voor barmhartigheid. Wat is dat? Nou, het is een gevoel. Het is de genade die God voelt. Ja, God voelt het toch altijd, zou je zeggen, als hij genadig is. Nou ja, dat woord mercy drukt nou juist die bewogenheid, dat gevoel van God uit. Ruchama in het Hebreeuws, nou zeg je misschien helemaal niks. Ja, dat heeft met je buik te maken. Met je ingewanden. Ook wel met de gevoelens van een moeder. Voelen doe je met je buik. Als je je niet zo prettig voelt, onzeker voelt, bekeken voelt, dan knijp je maag samen. Misselijk. Nou, misschien net niet. Maar je hebt ook andere gevoelens in je buik. Vlinders in je buik, dat voelt heel anders dan dat je krampachtig een gevoel hebt. Mercy, barmhartigheid, ruchama, dat is het gevoel wat een vader of misschien vooral een moeder heeft bij een kind. Dat weet je eigenlijk alleen maar als je moeder bent of vader. Ik denk dat moeders het toch sterker hebben. Maar misschien kun je je voorstellen hoe een moeder kijkt naar haar kind als ze weet dat dat kind pijn heeft. Echt pijn. Of doodziek is en zich zorgen maakt, hoe zal het gaan? Zal mijn lieve kindje het wel redden? Dan kun je je voorstellen dat zo'n moeder bij het bed van het kind staat met een gevoel van pijn in haar hart, ja, pijn in haar buik. Je kunt niet meer eten, je kunt niet meer drinken, je kunt aan niks anders meer denken dan alleen maar, hoe gaat het met mijn kind? Hoe gaat het met mijn kind? Dat is barmhartigheid. Als het gaat over het lijden en over de pijn. Zo is onze God. Hij is niet alleen maar een rechter die genadig is en dus zegt nou vooruit vrijspraak, onbewogen. Hij is ook als een moeder. Ik weet wel, God is een vader, niet een moeder. Maar er staan in de Bijbel wel teksten die God vergelijken, juist als het om het hart van God gaat, met een moeder. Meer dan iemand die door zijn moeder getroost wordt. Zo zal ik u troosten, zegt de Heere uw ontfermer, daar heb je datzelfde woord. De ontferming, de barmhartigheid, de bewogenheid van de Heere onze God. Wij hebben geen God die koud en kil,
toekijkt vanuit de hemel naar alles wat er op de aarde gebeurt. Wij geloven niet in een opperwezen. Al zingen we daar wel vaak van met de psalmberijming van 1773. Toen was dat begrip opperwezen in de tijd van de verlichting heel erg populair. En ja, het rijmt ook zo mooi op vrezen natuurlijk. En daardoor is het in onze psalmberijming heel vaak voorgekomen. Ik ben ook geen bezwaar tegen. Ik zing niet echt wat anders als we die psalmen zingen in onze kerk. Heeft ook wel iets heel moois. Maar God is geen opperwezen. God is de Heere. Hij is een vader. Hij is bewogen. Hij is betrokken. Hij is vol liefde. Vol mercy. Barmhartig is de Heere. En zeer genadig. Langmoedig. Geduldig, vriendelijk. Welk beeld heb jij eigenlijk van God? Of is dat de handrem die er bij je op zit? Dat je helemaal geen beeld van God hebt. Of een heel vertekend beeld van God. Ken je de Heere zoals Hij is? Nou, drie dingen voor vanavond. Laten we in de eerste plaats even denken over onszelf. Over onze gevoelens van mercy. Of misschien wel, als we heel eerlijk zijn, over onze neiging om een beetje onbarmhartig te zijn. En dan, juist in dat contrast met wie God is en wie Jezus is, gaan wij onszelf steeds meer leren kennen. Welke gevoelens heb jij als het gaat om contact met andere mensen? Hoe barmhartig ben jij eigenlijk? Ja, ik weet wel, dat is een beetje het risico van vanavond. Je moet met gevoelens ook wel een beetje voorzichtig zijn. Soms dan voel je wat, maar dat is bedriegelijk. Ik had het een keer jaren geleden. Opeens voelde ik hier wat. Hè, wat is dat nou? Ik vond het een beetje eng. Zo. Hier, op mijn borstkas. Wat voel ik nou? Dus ik greep met mijn hand naar mijn borstkas. Was mijn mobiele telefoon. Ja, echt waar. Ik geloof het misschien niet. Maar dat was op de trilfunctie. Had ik nog nooit eerder aangehad. En ik dacht, wat voel ik nou eigenlijk? Het was in een flits van een seconde. Hoor. Ik had het ook wel gelijk in de gaten. Dat het niet van binnen zat in mijn hart. Maar van buiten in mijn overhemd. Nee, maar goed, je kan even op het verkeerde been gezet worden. Ik dacht, wat voel ik nou eigenlijk? Het zal jullie vast nooit overkomen. Het zegt ook iets over mij. Maar ja, dus je kunt iets voelen terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Zo is het soms ook met dieperliggende gevoelens. Hè? Gevoelens van sympathie. Je vindt iemand aardig. Je vertrouwt iemand. Maar je wordt genept. Of je hebt een beetje een wantrouwen. Wat is dat? Die vertrouw ik zomaar niet. En dat blijkt eigenlijk onterecht te zijn. Daar hebben we het eerste punt al eigenlijk. Hè? Onze gevoelens zijn heel vaak gebaseerd op een vooroordeel. Als we iemand ontmoeten, hebben we altijd de behoefte om een eerste indruk. You never have a second chance to make a first impression. Dat is een Engelse uitdrukking. Moet je over nadenken voor een sollicitatiegesprek. Je hebt nooit een herkansing om een eerste indruk te maken. Wij zijn zo, wij mensen zijn zo. Als er iemand is die we niet kennen, dan delen we hem gelijk in. Betrouwbaar, onbetrouwbaar, aardig, niet aardig. Vooroordeel. Er zit een soort mechanisme in ons zondige mensen. Misschien is dat ook wel voor de veiligheid, ik ben geen psycholoog. Waarmee we altijd mensen gelijk een etiketje geven. Indelen. En soms kan dat ook heel onbarmhartig zijn. Want sommige mensen zien er niet zo vriendelijk uit. Die zijn gewoon geboren met een wat chagrijniger gezicht dan gemiddeld. Mondhoeken wat naar beneden. Daar word je niet vrolijk van. Maar als iedereen dan ook onvriendelijk reageert en zo iemand het etiket geeft, oh, die zal wel chagrijnig zijn, want die ziet er zo uit. Ja, dan krijgt iemand misschien ook nooit de kans om vriendelijk te zijn. Heeft dat niet met een onbarmhartig vooroordeel te maken? En erger nog, wat kunnen we mensen afwijzen vanwege een gebrek? Of omdat ze iets anders zijn in hun uiterlijk? Hoeveel kinderen worden er niet gepest op de lagere school? En als je die klas ziet spelen
of naar de gym ziet lopen, dan kun je bijna, bijna als vreemdeling 1 of 2 kinderen aanwijzen die grote kans lopen om gepest te worden door de rest van de groep. En waarom? Omdat ze een beetje uit de toon vallen, omdat ze met hun houding iets van onzekerheid uitstralen of omdat ze anders zijn dan de rest. Wat onbarmhartig is dat. Dat zit heel diep in onze zondige genen om te veroordelen en om een vooroordeel te hebben tegenover mensen die uit de toon vallen. Ik denk als de Heilige Geest gaat schijnen in je hart, dat je daar ook last van krijgt. En dat je zegt, oh God, wat ben ik eigenlijk voor een monster. Dat ik zomaar mensen wegzet en veroordeel. Wat is dat slecht? Wat is dat zondig? Help mij om dat niet te doen, om daar niet in mee te gaan. Maar om met een open houding iedereen, wie het ook is, tegemoet te treden vanuit uw barmhartigheid. Ongelooflijk belangrijk. Wat kunnen mensen hard zijn en onbewogen en onbarmhartig. Nog iets. Onbarmhartigheid is niet alleen de eerste indruk en ons vooroordeel. Onbarmhartig is dat we ook zo egoïstisch kunnen zijn. Als iemand anders in de problemen zit, als iemand anders nood heeft. En we weten ervan en we gaan er met een grote boog omheen. Omdat we het te confronterend vinden misschien. Omdat het te dichtbij komt misschien. Omdat we het gevoel hebben, ik kan er toch niks aan doen misschien. Of om welke andere reden dan ook misschien. Maar het is niet goed. Jezus ontmaskert dat in de gelijkenis van, jawel, de barmhartige Samaritaan. Maar er waren ook 2 anderen, een priester en een leviet. En ze zagen die man daar liggen. En de angst sloeg om hun hart. Ze dachten niet aan die man, ze dachten niet aan zijn nood. Ze dachten alleen maar aan de rovers die vast nog wel ergens in de buurt waren. En wachten op hun volgende slachtoffer. Wegwees hier, het is levensgevaarlijk. Ze dachten alleen maar aan zichzelf. Egoïstisch. Ze liep met een grote boog om hem heen. En het was een priester en het was een leviet. Oh, ik geloof vast dat ze wel gebeden hebben. Heer, ontferm u over die man als die nog leeft. Maar ze waren hard en onbewogen. En zo gingen ze aan de nood van hun naaste voorbij. Ben jij ook zo? Onbarmhartig? Wreed? Wat erg. Ja, je hebt misschien wel een bepaald beeld van jezelf. Dat je wel aardig bent en bewogen bent en vriendelijk bent. Maar als het er nou op aankomt en je loopt zelf gevaar, ben je dan ook bereid om een risico te lopen? Om iets op te offeren? Om een ander te kunnen helpen? Of zeg je, nou, daar doe ik niet aan mee? Ik weet wel, je moet ook voorzichtig zijn. Niet met allerlei dingen bemoeien waar je niet direct mee te maken hebt. Ik snap het allemaal wel. Maar wat is je grondhouding? Hard en onbewogen. Dat is jouw probleem. Sterkte. Dat is niet mijn probleem. Ik heb het niet veroorzaakt. Ik heb er ook niks mee te maken. Zoek het maar uit. Doei. Onbarmhartig. En dan nog 1 ding. Dat vertelt de Heer Jezus ook. Hè? Dat gaat dan over die gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Hij had een grote schuld. Miljoenen, miljarden, als je het omrekent aan onze tijd. Hij moet wel minister van Financiën geweest zijn. Anders kon hij nooit zo'n schuld van 4 miljard maken. Dit is de hele Betuwe-route. Zo ongeveer, hè? Zo'n groot bedrag had hij er helemaal doorheen gejast. Hè? Dat zijn de grote bedragen waar Jezus het over heeft. Ik zeg het maar even zoals in onze tijd. Of weet u niet meer wat de Betuwe-route is? Ja, dat is ook alweer van heel lang geleden. Dat is die spoorlijn die dwars door Nederland heen loopt naar Duitsland. En die heeft heel wat miljarden gekost en er was heel veel discussie over of dat wel of niet, moest. Maar dat is misschien van voor jullie tijd. Zoiets, hè? Maar iemand die een geweldig grote schuld heeft. En het is hem vergeven. Kwijtgescholden. En dan komt hij zijn mededienstknecht tegen. Die maar een hele kleine schuld heeft. Laten we zeggen een paar tientjes. Of 100 euro. En ik kan het niet betalen. En hij is me toch onbarmhartig. En hij zegt, je gaat de gevangenis in als je nu niet meteen betaalt. Oh, heb medelijden met mij. Oh nee, niks daarvan. Ik moet het geld zien. Dat kun je toch niet voorstellen. Nee, dat is ook een onwerkelijk verhaal van de Heer Jezus. En jij? Als jou zoveel, zoveel vergeven is. Zoveel geduld van God. Zoveel genade. En iemand heeft jou echt gekwetst. Of pijn gedaan.
En echt gezondigd, iets rots gedaan tegen je. En hij vraagt, wil je het me vergeven? Smelt aan je hart? Zeg, oké, ik moet het ook van Gods genade hebben. Het was niet zo fijn. Ik vond het moeilijk, maar ik vergeef het je van harte. Of ben je dan hardvochtig? Je zegt, nee, dat nooit. Vergeven wil ik het misschien wel, maar vergeten doe ik het nooit. Dan blijf je zitten met een heel stuk wrok en haat en onbarmhartigheid. Dan kun je ook niet bidden, Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ja, met dat Bijbels voorbeeld moet je ook wel weer wat voorzichtig zijn, hè? Want er zijn ook pastorale situaties, ik weet daarvan, waarbij vergeving een claim wordt en waarbij het slachtoffer moet vergeven en op het matje geroepen wordt om dat dan maar te doen, terwijl er eigenlijk geen berouw is en geen bekering is. Ja, en sommige mensen hebben zulke rotte dingen meegemaakt. Ik denk, ja, moet je dat zo vragen van iemand om dan toch vergevingsgezind te zijn? Ik weet dat het in de praktijk soms heel moeilijk kan zijn in het pastoraat, maar het gaat om de grondhouding. Genade, barmhartigheid. Dat brengt me bij Jezus. Hij is zo anders als wij. Hij treedt de mensen niet met een vooroordeel tegemoet, maar open. Hij gaat niet met een grote boog om de mensen heen, maar hij is beschikbaar. Zelfs zo dat hij weg moet gaan op vakantie uit Galilea, omdat het anders gewoon te veel wordt voor hem lichamelijk om het te verdragen. Jezus heeft nog nooit nee gezegd. Als mensen op een beroep op hem deden. Zijn pijn was de pijn van zijn volk. En de pijn van zijn volk was zijn pijn. En Jezus, zo anders als wij, barmhartig en genadig. Ja, de eerste keer dat dat van Jezus staat is in het Lucas-evangelie. We leven in de adventstijd. En we zingen het. Die met ons lot bewogen. Om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op deed gaan. In de onberijmde versie. Daar staat dat God bewogen was. Ja, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Daar heb je dat innerlijk, hè? Het hart van God. De rommelende ingewanden. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Ja, wij hebben daar allerlei andere associaties bij natuurlijk, bij rommelende ingewanden. Dat kan ik ook niet helpen. Maar in de Bijbelse taalgebruik is dat het hele diepe gevoel dat je hart, ja, je buik tekeer gaat. Hè? Het zit heel diep van binnen. Nou, dat soort woorden gebruikt de Bijbel, gebruikt Zacharias in zijn lied om de barmhartigheid van God te bezingen. Hij is er zo vol van. Als een klein kind dat zegt, waarom? Dat hebben we wel eens met kleuters, hè? Dan vragen ze heel de dag waarom. Je kunt er soms heel tuurluurs van worden. Van je eigen kinderen, ja, waarom dan papa, waarom dan papa, waarom dan papa? Dan geef je een antwoord, ja, waarom dan? Ja, nou, ja, omdat het zo is. Oké. Dat is nou eenmaal zo. Soms kun je ook geen antwoord geven op elke waarom-vraag. Misschien heb jij ook wel waarom-vragen aan God. Deze ook. Here, waarom bent u zo goed? Waarom bent u zo genadig? Waarom hebt u uw eigen zoon gezonden naar deze wereld? Waarom is er verlossing voor vijanden, voor zondaren zoals ik? En Zacharias is er zo vol van dat hij zegt, weet je waarom? Om de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Daarom is geen ander antwoord. God is genade, God is bewogen. Die met ons lot bewogen. Er was een dominee die zei, ja, dat is eigenlijk niet goed. Moet je anders zingen. Die in zichzelf bewogen. Niet om ons lot. God heeft geen medelijden met ons lot. We zingen het anders. Die in zichzelf bewogen. Dat was dominee Kersten. Hij had gelijk. Dat is eigenlijk bijbelse. Laat ik nou vanavond dominee Kersten een keer gelijk geven. Daar had hij echt wel gelijk. En dat is wel een belangrijk punt. Het gaat niet om God die dan zo medelijden met ons. En denkt, nou toe maar, ik geef mijn zoon. Nee, het gaat om God zelf. Hè? In zichzelf
bewogen. Maar goed, als God in zichzelf bewogen is, is hij het wel met ons. In zichzelf, met ons. Dus het is ook niet echt een tegenstelling, denk ik. Dan hoeft het ook niet anders te zingen. Maar dat staat er wel bij Zacharias. Waarom heeft God zijn zoon gezonden? Omdat hij zo bewogen is. Mercy. Barmhartigheid. Daar zijn geen woorden voor. Dat is de komst van de Heere Jezus Christus. De bron van alle genade. Ja, dat brengt me toch ook even bij de moeder van Jezus. Die met haar bewogenheid naar haar kind keek. En die de woorden te horen kreeg: Maria, er zal een zwaard door uw eigen ziel gaan. Maria, de moeder van Christus. Maria, de vrouw van de barmhartigheid. Want het lijden van haar kind ging haar aan het hart toen ze hem zag lijden bij zijn besnijdenis. Toen ze hem zag hangen aan het kruis. Wist je dat de Mercedes daar vandaan komt, van Maria? Dat wist je niet, hè? Nou, ook niet rechtstreeks, hoor. Dat is geen vernoeming naar Maria. Maar het meisje waar de auto naar vernoemd is, heette Mercedes Jelinek. Dat is echt uit de vorige eeuw. Ja, nog uit de vorige eeuw. Want aan het eind van de 19e eeuw, zo tegen 1900, was daar een rijke Duitse zakenman. En die hield van de autosport. En die gaf een order aan Daimler, de grote fabriek van de auto's in Duitsland, om 36 auto's voor hem te maken. Voor de prijs van in totaal 500.000 mark. 550.000 mark. Marken, dat was van vroeger, van voor de euro. Even ter informatie. Nou, 300.000 euro. Voor 36 Daimler-auto's. Maar, zei hij, ik wil die bestelling wel doen, maar je vernoemt ze naar mijn dochter. Mercedes. Daar komt die naam vandaan. Mercedes Jelinek. Nou, in de races reed die auto 24 kilometer per uur. Dat kun je niet voorstellen, dat is nog maar 100 jaar geleden. Reden de auto's 24 kilometer per uur, was topsnelheid. Onvoorstelbaar. Wat is de tijd gevlogen? En wat leven wij in een andere tijd dan 100 jaar geleden nog maar? Wat een ontwikkeling. Ik heb het allemaal van internet, dus ik heb het ook niet gecontroleerd. Maar ik vond het interessant. Mercy, Mercedes. Ik denk, hoe zit dat nou precies? Nou, Mercedes Jelinek was vernoemd naar Maria. Een Spaanse, Franse naam, Mercedes, de moeder van de barmhartigheid. Prachtige naam. En veel meisjes worden vernoemd naar Maria, misschien niet altijd rechtstreeks, maar dan naar een van de namen die de moeder Gods in de Rooms-Katholieke cultuur van Zuid-Europa heeft. Dus eigenlijk is die Mercedes-Benz ook nog een verwijzing naar de Bijbel. Via Mercedes Jelinek. Een verwijzing naar de moeder van de Heer Jezus, naar Maria. Denk er maar aan als je weer een Mercedes ziet rijden, of als je denkt, ik wil er graag een hebben, aan dat verhaal. En natuurlijk ook dat je daar je geluk niet in vindt. Want het is wel heel verdrietig afgelopen met Mercedes Jelinek. Ze is helemaal aan lager wal geraakt. Dochter van een rijke zakenman. Alles wat haar hart begeerde. Ze trouwde met een baron. In de Eerste Wereldoorlog gingen ze failliet. En het is zelfs voorgekomen dat ze om eten moest bedelen in de straten van Wenen. Ze is uiteindelijk op 39-jarige leeftijd gestorven aan kanker. Wat een leven. Het geluk lag je toe. Je vader vernoemt zijn auto's naar je. Je hebt alles wat je hart begeert. En wat hou je uiteindelijk over? Ja, ik weet het niet. Misschien kenden ze de Heer Jezus. Daar heb ik niks over gelezen. Het zou kunnen natuurlijk. Dan is ze toch gelukkig. Maar wat biedt dit leven eigenlijk? Als we alleen maar gaan voor een auto, voor rijkdom, voor eer, voor macht.
Mercedes, mercy, barmhartigheid, genade. Daar gaat het om. De wereld gaat voorbij met alles wat ze biedt. Met een snelheid van 24 km per uur. Of misschien nog wel veel sneller gaat de wereld voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Nog even terug naar die barmhartige Samaritaan. Want Jezus vertelt dat verhaal over de leviet, over de priester, over onze onbarmhartigheid. Maar wist je dat hij eigenlijk zelf die Samaritaan is? Ik heb nou niet de tijd om het uit te leggen, maar als je goed leest, dan zegt hij tegen die fariseer die de vraag stelde, en wie was nou de naaste? Ja, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Wist hij ook wel. Eigenlijk wil Jezus daarmee zeggen, joh, als je daar in de goot ligt, langs de kant van de weg te creperen, te sterven, dan maakt het je toch niet uit of je geholpen wordt door een Jood of een Leviet of een priester of door een Marokkaan of door een Samaritaan. Dat maakt je toch helemaal niks uit door wie je geholpen wordt als je in de grootste nood bent. Dan ben je blij dat er iemand is die zich over je ontfermt. Wie het ook is, al is het de vijand, al is het de Samaritaan. Wie is de naaste? Eigenlijk wil Jezus daarmee zeggen, dat is een onderlaag in die geschiedenis. Ik ben gekomen om jouw barmhartigheid te bewijzen. Maar heb je er ook behoefte aan? Heb je mij nodig? Nee? Dan lig je nog niet in de goot. Dan ben je er nog niet zo erg aan toe als die man die daar lag te sterven omdat hij door de hand van de moordenaars gevallen was. De rovers. Dan kun je het zelf nog wel. Maar als je aan lager wal raakt, als je aan de bedelstaf raakt, als je langs de kant van de weg ligt, dan wil je zelfs wel door Jezus geholpen worden. Dan stel je die vraag niet meer. En wie is mijn naaste? Voor wie moet ik dan zorgen? Ik kan toch niet heel de wereld op mijn dak nemen? Nee, zegt Jezus. Het gaat om de barmhartigheid. Om de innerlijke bewogenheid van onze God. Wat erg, hè? Dat die man zo hard was. Dat hij Jezus afwees. Dat hij zijn barmhartigheid en ontferming niet nodig had. Onze onbarmhartigheid, de barmhartigheid, de mercy van de Heere Jezus Christus. En dat is dan de vraag. Wat doet het nou met jou? Dat is mijn laatste gedachte. Mercy. Als je denkt aan de liefde, de genade, de bewogenheid van God. Dat zijn buik, het is beeldspraak natuurlijk, God heeft geen buik, dat weet ik ook wel. Dat de buik van God samen knijpt. Dat hij kramp heeft, zou ik bijna zeggen, hè? Met die Bijbelse taal. De ingewanden van zijn barmhartigheid als hij jou verloren ziet gaan. Als hij uit de hoge hemel niet als een opperwezen neerkijkt op de aarde, maar als een vader. Naar zijn kind. Dat de Heere God dan vanavond zegt, waar ben jij mee bezig, mijn kind? Waar ga je toch naartoe? Wat zit je leven op slot? Op de handrem? Wat? De handrem? Wel nee, je zit zo vast. Je bent zo gesloten. Waar ben je toch mee bezig? Je bent zo verslaafd aan de machten van de zonde, van de wereld, van de dood. Die gaat kapot. Mijn kind gaat kapot, zegt de Heer. Mijn kind, je gaat kapot en het is je eigen schuld. Als je zo doorgaat, dan ga je eraan. Dat heb ik niet gewild. Ik wil je zegenen. Ik wil je vergeven. Ik wil je vernieuwen. Ik wil je liefhebben. Kom toch tot mij. Met al je verdriet en met al je pijn. En met de afwijzing misschien van mensen die een stempeltje hebben opgedrukt. Of dat je gepest bent. Of met al je vragen en met al je waaroms. Kom toch tot mij, want er is een vader die staat te wachten op zijn verloren dochter. Zou ze nog thuiskomen vandaag? Of op zijn verloren zoon? Zou die misschien dan vandaag tot het inzicht zijn gekomen dat het hier toch veel beter is dan in dat verre land waar hij krepeert van de honger? En zijn vader zag hem van verre aankomen. En hij holde naar hem toe en hij omhelsde met zijn armen voordat hij iets kon zeggen. Weet je dan niet dat er een vader is die op je wacht? Zo barmhartig is de Heere. Zo bewogen. Zo vol liefde. En zeg jij dan, dat moet ik eerst nog zien of dat echt zo is. Dat moet ik nog zien.
Twijfel? Is dat het wat je tegenhoudt? Is dat de handrem in jouw leven? Kan. Kan ook te laat zijn als je blijft wachten en wachten en wachten en wachten. Dan zul je het nooit zien. Als je steeds zegt, dan moet ik eerst nog zien. Dan zul je het misschien nooit zien. Omdat je het niet wilt zien. Wat erg. Twijfel? Aarzeling? Of is er bittere vijandschap en haat in je hart tegen de Heer? Dat je niet wil. Dat je verzet. Nee, nee, nee. Ik moet zelf de baas blijven. Ik op de troon. Kom er eens vanaf. Je gaat kapot. Echt waar. Je maakt jezelf kapot. Dat wil de Heer niet. Hij is barmhartig en genadig. En dat roept dan wel de vraag op. Wat is je antwoord? Merci. Dat is... Ja, dat heeft met die chocolaatjes te maken natuurlijk. Maar dat is eigenlijk in het Frans. Dank u wel. S'il vous plaît. Alsjeblieft. Merci. Dank u wel. Volstrekt ingesleten, onnadenkend zeg je. Alsjeblieft. Dank u wel. Wat zeg je dan? Zeggen we tegen onze kinderen. Wat ze leren. Kost enige moeite. Oh ja. Dank u wel voor het spelen. Of... Als je wat krijgt, dank u wel. Je bent helemaal voorgeprogrammeerd om dank u wel te zeggen. Zo doen wij dat in onze cultuur. Dat is ook goed. Dat hoort bij de opvoeding. Maar misschien ben je ook wel te veel voorgeprogrammeerd. Als het gaat om dat aanbod. Dat is niet een chocolaatje of een koekje of een kopje koffie. Het aanbod van genade hebben ze het wel eens over. Zo van, nou ja, het wordt je toch aangeboden, dan pak dat dan aan. Ja, dat is ook onzin. Onzinnig voorbeeld. Het gaat niet om een chocolaatje. Het is niet het aanbod van iets. Het is Christus die zichzelf aanbiedt. Zegt, zie, hier ben ik. Alsjeblieft, dat is voor jou. Het offer dat hij gebracht heeft, alsjeblieft. Het is voor jou. Wil je hem hebben? Of heb je vooroordelen? Of heb je een verborgen agenda? Of is er iets wat je tegenhoudt? Wil je hem hebben? Dan moet je merci zeggen. Dat is geloof. Geloof zegt merci. Heren, dank u wel. Ja? Zo eenvoudig is het hoor. Je kunt het heel ingewikkeld maken. Een heel verhaal van bekering. Dat is ook niet zo moeilijk. Er staan zoveel dingen in de Bijbel. Je kunt een heel verhaal van maken. Maar weet je, het is nou eigenlijk heel eenvoudig. Als ik het nou vanavond heel eenvoudig zeg. Hè? Misschien heb je het nog nooit zo gehoord. Dan komt de Heer Jezus in zijn barmhartigheid, in zijn mercy. En dan zegt hij, zie, hier ben ik. Ik ben ook voor jou gekomen. Ik wil ook jouw zaligmaker zijn. Ik wil ook jou helpen. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen. En wat zeg je dan? Nou, zeg het maar. In de stilte van je hart. Je mag je ogen dicht doen als je dat wil. En dan zeg je, o Heere, dank u wel. Dat is de tekst die mijn schoonmoeder op haar rouwkaart gezet heeft. Dat heeft ze zelf gedaan. Het was een vrouw die met de Heere leefde, maar wel altijd aarzelde en een beetje tobde. En ze had niet het geloof van haar man. Het was altijd te kort, altijd te weinig, nooit genoeg, nooit goed genoeg. Ze ging wel aan het avondmaal, ze geloofde in de Heer Jezus. Haar leven sprak ervan wie de Heere voor haar was. Maar het was nooit genoeg. Altijd zo kritisch over zichzelf. Nou, beter over zichzelf dan over een ander. Maar ook wel een beetje jammer. Oh, zei ze toen ze stierf. Dat kanker. Ik heb hem zo gewantrouwd. De Heer Jezus. Zet dat maar op mijn kaart. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Mooi, hè? Zo is ze heen gegaan. We missen ze wel. Maar we weten dat ze thuis mocht komen bij de Heere. Heren, als u zo goed bent, dank u wel. Vader, dank u wel. Meer wordt er niet van je verwacht, hoor. Je hoeft niks te doen. Je doet al veel te veel. Je maakt het alleen maar kapot. Je hoeft alleen maar je hand op te houden. Zeg, Heren, u geeft het. Ik ontvang het. Merci. Heren, Vader, dank u wel. Dat verandert heel je leven. We gaan samen zingen. Oh, dat moest ik aankondigen. Psalm 103. Vers 2 en vers 7. Psalm 103.
vers 2 en 7. Ik hoop dat jullie ontzettend veel vragen hebben gekregen. Dat het je helemaal niet duidelijk was wat dominee heeft verteld. Vul die vragen allemaal in. Schrijf ze op een briefje. Lever ze in bij een van die gasten die rondloopt met zo'n mooie badge om. Misschien heb je wel een vraag over... Als God dan echt zo ontfermend en genadig en barmhartig is. Waarom hebben onze medebroeders en zusters in Noord-Korea het dan zo moeilijk? Of, dus waar de dominee mee eindigde, hoef ik dan alleen maar dankjewel te zeggen. Merci. Ik kan me voorstellen dat daar best wel vragen over zijn. Schroom het niet om ze te stellen. En dan kunnen we daar na de pauze nog met elkaar over doorspreken. Wil je met iemand persoonlijk spreken? Dat kan ook. Er zijn ook altijd mensen die een luisterend oor willen bieden. Die met je willen praten. Die met je willen bidden. Die er ook voor je willen zijn. Maak daar dan ook gebruik van. We gaan zo nog een lied zingen. En tijdens dat lied is er een collecte. En het is nogal koud geweest de laatste week. Dus help jij daar de winter door, zou ik zeggen. Nou, we kunnen hele zielige plaatjes laten zien met oude verschrompelde vrouwtjes die het zo koud hebben. Maar goed, wij hebben het soms ook best wel koud. Dus we hopen dat jullie ons daarin ook weer een beetje warm willen maken. Voordat ik het doe, wil ik nog even één tekst lezen. Die komt uit Efeze 4. En ik zat dat zo te lezen. Ik denk, dat is misschien wel een mooi om jullie ermee de pauze in te laten gaan. En die tekst die komt uit Efeze 4, vers 29 en 30. En ik lees hem niet omdat ik dan in de pauze allerlei schunnige taal hoor of zo. Maar wel omdat ik het mooi vind
als jullie met elkaar doorspreken over de dingen die we gehoord hebben en die, die in de Bijbel staan. En dat we daar elkaar mee mogen opbouwen en dat het tot stichting zal zijn. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dus je kunt ook genade geven aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, we gaan het lied zingen, Herstel, o Heer. En na dat lied gaan we lekker pauze houden. En tot over een klein poosje. We zijn een beetje uitgelopen.